waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar: als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan wacht ik voor de deur. Dan ren je naar het venster toe en kijk je door de ruit. Je tikt en knikt, ja ja, dan rijd ik vast vooruit. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan betekent dat kom snel. Zij werd een jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak: weet je hoe laat je komt? Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan wacht ik voor de deur. Dan ren je naar het venster toe en kijk je door de ruit. Je tikt en knikt, ja ja, dan rijd ik vast vooruit. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan betekent dat kom snel. Zij gaven na een tijdje elkaar hun woord van trouw en leven nu al jaren tevreden als man en vrouw. Maar als hij van kantoor komt, dan dreigt het scheef te gaan. Want doet zij niet gauw open, geeft hij haar te verstaan. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan weet je het wel, dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan hang ik voor de deur. Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel bel, dan betekent dat komt snel.